Thank you.
hadden ook te zien bij mijn eindexamen. Het is natuurlijk even iets heel anders dan een concert geven ook nu van mij. Ik ga met mijn beide trio's spelen. Dat vind ik ook heel bijzonder, want dat zal dan alleen vanavond zijn. En zo gaaf dat jullie dat dan nu, mijn eindexamen, het afsluiten van conservatorium met mij delen hier. Er is in 4 jaar heel veel gebeurd en heel veel ontwikkeld. En ik ben net 2 weken terug uit Zwitserland, waar ik lessen heb gevolgd. En dat was ook een bijzondere tijd. En daar heb ik ook het eerste stuk waarmee ik ben begonnen geschreven. En dat die melodie, die draagt voor mij heel erg dat gevoel van daar zijn in de natuur en met mezelf zijn, maar ook heel erg het verlangen naar vertrouwen. Want wat ik hier heb met jullie allemaal, dat is zo bijzonder. En dat besefte ik heel erg toen ik daar in Zwitserland was. En dat ik dus verlangde daar naar hier, maar ook verlangde naar heel erg bij mezelf zijn, in mijn eigen kracht, daar studeren en mijn ding doen. Dus dat zit in het stuk waarmee we begonnen. Dat heet I Was Not There, I Was Here Before. We gaan verder met een stuk dat ik heb geschreven met een gedicht van Wallace Stevens, 7 Ways of Looking at a Blackbird. Oh,
evening or afternoon. It was snowing, and it was going to snow. The blackbird sat on the cedar limbs. Om met deze twee muzikanten samen te mogen spelen. Koen Smits. Het volgende stuk gaat er eigenlijk iets heel spannends gebeuren. Voor mijzelf eigenlijk ook, want ik ga namelijk met allebei de trio's iets even musiceren. En dat hebben we nog nooit gedaan. Dus ik denk dat dit de eerste keer, en ik denk dat het dus eigenlijk ook de laatste keer is, dat zoiets zich voor gaat doen. Dus dat is wel ja, een leuke uitdaging. Dus ik wil een heel groot applaus voor het andere trio met Bram Stadhouders. Weken verdiept in de Noorse schilder Edvard Munch. En ik heb een compositie geschreven op een van zijn schilderijen. En dat is een 3D-achtig soort stuk geworden. En dat ga je zo zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar ik wilde jullie ook even het schilderij laten zien. Het heet The Dance of Life. Als ik zelf stukken schrijf, dan is sfeer heel erg belangrijk en eigenlijk schrijf ik voornamelijk composities. Dat ik op zoek ga naar een bepaald soort sfeer en hier spraken de kleuren me enorm aan. En die heb ik dan vertaald in de muziek. Maar wat ik er ook zo ongelooflijk bijzonder aan vond aan het schilderij, is de ongelooflijke pijn en het verlangen wat het uitstraalt. En dat raakte mij heel erg en ik kon me daar heel erg vinden in. Het was moeilijk, dus dat hebben we geprobeerd in het stuk te stoppen. En dat gaan we nu voor jullie spelen, The Dance of Life. Through them all.
the one that's the pure and sure. And beyond it, the sea. Well, love, with all its complexities of grief, I worship.
beest er iets van de motor af? Af? Ja, die overstuurt die. Oh. Dat gaat niet op, joh. Oké. Nou, dat was de Dance of Life, maar niet helemaal, want toen zijn we overgegaan in een improvisatie. Die we wel vaker ook wel vanuit een bepaald soort schets spelen. Een soort, we zijn in Afrika geweest in januari en daar hebben we best wel wat inspiratie op gedaan. En die gebruiken we dan regelmatig nu tijdens onze improvisaties. We gaan nu door met een andere impro. En een soort gelijk iets staat op onze cd. En die heet Above. Thank you.
After sound, be quiet. After wind, I sigh. Thank you.
Ik wilde nog één stuk spelen vanavond. En dat heb ik eigenlijk een beetje op het laatste moment bedacht. En het leek me toch heel bijzonder om dat nummer hier te spelen. Want het is hier ook ontstaan. De tekst en het gevoel. Want ik heb dit stuk geschreven in het allereerste jaar van het conservatorium. En toen wist ik eigenlijk nog helemaal niet wat ik eigenlijk wilde en waar ik dan naartoe wilde en überhaupt wat muzikant zijn. Dat wilde ik heel graag, maar ik wist niet zo goed hoe. En dat is zo in die 4 jaar zo'n mooi proces geweest en zo ongelooflijk bijzondere dingen heb ik al mee mogen maken. En dat vond ik het eigenlijk heel mooi om met dat stuk af te sluiten, omdat ik het nu weet, of tenminste, ik weet het nu heel goed voor mezelf. Waarvoor ik wil gaan. En dus ik wilde graag Indigo spelen. Naar toen een hele diepe blauw, maar nu ben ik heel gelukkig.
People are strong around me. They know.